Von Goom, auf ihm. Ja. Versus Sparta. Muted, toch wel. En dat was even mijn mic muted. Oké, dan ga ik mij even herhalen. We zijn hier terug met een match. De persoon die we daarnet gezien hebben, Freddy Krul. Helemaal van Duitsland, die hier komt spelen. En die zal het opnemen tegen Sparta. Van Team Emperor. Team Emperor, ja. Inderdaad. Sparta ook wel bekend van Fireside Gatherings vooral. Ja, klopt. Hij is heel actief. Ja. Hij is ook volgens mij de teamcaptain van Team Emperor. Oké, okay, zo. Dus dan heeft hij wel wat erbij zijn, want als teamcaptain ja, natuurlijk. Kon hij toch niet onderuit gaan. Oké, okay, dan heet Livin dan even het startsignaal en kunnen we zo starten. Spelers hebben ook terug. Freddy heeft terug zijn Shaman, die we net zeiden, de Warlock en de Hunter, de Hybrid Hunter. En zijn Warriors terugband. En dan geeft Sparta. Als ik het even nog terug zou kunnen zien. Welke klas dat Sparta precies heeft. Of niet. Dat zien we zo wel dan. En ik geloof dat Livion net het startsignaal heeft gegeven. En, ja, ze zou van start gaan. Opnieuw is het de loser bracket. Ik geloof dat spelers nog 4 matches moeten spelen. Voor ze in de loser bracket finals zijn. En dan is dat... Dan zijn ze klaar met de volledige loser bracket. 4 matches is ongeveer 4 uur. En het is nu ongeveer 8:30. Het valt wel mee. Als mensen een beetje doorspelen. Ja, en de mensen die nu nog in zitten. Hoeven ze niet te spelen tot een uur of 3. Oh, precies. En dan gaat het gewoon best wel aardig nog. Ja, inderdaad. Ja, ik ben even aan het kijken of Freddy Krul al... Die zit al in-game. En we kunnen onmiddellijk van start gaan. Freddy Krul versus Sparta. Ik kreeg echt... Nog voordat ik vraag om een invite, krijg ik mijn invite. Dus ik ben hartstikke blij. Ja. Ja. Oh, is dat een bloodlust? Wat Sparta? Is wel interesting. Dat is zeker een bloodlust bij Sparta. Dat is een interessante keuze. Bloodlust en... Ja, zou het dan een meer totem-based shaman zijn? Het zou wel goed kunnen. Ik heb even geprobeerd, zeker toen die nieuwe kaart, die Witch Doctor uitkwam, om een totem shaman te bouwen. Het ging best wel goed. Maar uiteindelijk was Aggro Shaman toch beter. Maar misschien is het gewoon ook een midrange Shaman met gewoon Bloodlust. Ja, dat zou zomaar kunnen. Gewoon een one-off, ja. Surprise card, waarom niet? Ja, de Shaman Mirror. Ik denk dat de midrange Shaman favorite is over Aggro Shaman. Zeker door Lightning Storms en Maelstrom Portals te runnen. Ja, het is altijd maar de vraag, run je 2 Storms of niet? Ja. Want het zijn best wel dure kaarten. Kosten 5 mana, doen wel wat, maar niet heel veel, voor mijn idee. Oh. Ja, ik denk wel dat hier dat duidelijk is welke hero power je kiest. Ja. De lesser heal natuurlijk. Ja, wil ik. Mijn dudes healen. Meer dudes. Oh. Of damage doen. Ik denk dat je wel damage wil doen. Ja. Maar... En 2 damage, iedere turn, is wel mooi meegenomen. Zeker na late game. Als je 10 keer 2 damage doet, dan doe je 20 damage. Wow, dat is aardig wat. Ik kan overigens heel goed rekenen ook. Ja, ze zeggen altijd dat je niet mag rekenen op stream, maar dit kan ik. ja, oké, okay, misschien is hij gedisconnect, maar hij doet er in ieder geval best wel. Oh, hij gaat toch voor de priest. Okay. Nou, dat is niet iets wat we hadden verwacht. Nee, maar ik kan het wel verstaan, want als hij denkt dat Sparta de Aggro Shaman speelt, draait vooral rond board early game. Ja. En dan wil je natuurlijk je minions healen. Maar wij weten dat hij geen Aggro Shaman speelt. We hebben er iets meer info. Totemic Might. Ja, Mike, dus wel Totem Shaman. Yeah, ik ben zo blij. Leuk dat ik dit deck nog mag zien hier. Ja. Geen, gaat niet zozeer face, maar... Ja, wat het wel doet, is totems bouwen. En dan winnen met de Bloodlust. Zo leuk. Ja, het is nog steeds best wel een goede turn voor Freddy. Mm-hmm. Hij denkt ook van, ja, Totem Golem is de beste drop die hij kan hebben op dit moment. Speelt is gewoon Aggro Shaman. Abusive ook? Oké. Okay. Ik denk zelfs dat hij treedt met de Murloc. Ja? Maar je killt toch niet de Totem Golem? Dus nee, maar wel bijna. Oké. Okay. Hier. Ja, alright. Ja, en die treed je in de 2-1 en dan sta je achter op bord. Tenzij je Totemic Might hebt, maar ik weet niet of dat het waard is. Want je geeft wel gelijk je surprise element weg. Yes. Ja, oké. Okay. Maar je weet dat het Aggro Shaman is, dus... Dit is een extra trade die je krijgt. Ja. Als hier geen WoW uitkomt...
even een wat, ja. denk ik. Ik denk dat hij daar nu zo zit van, shit, waarom heb ik Priest gekozen? Ja, en nu is het langzamer zeker. Zeker omdat de minions in de Freddy Cools hand zo goedkoop zijn. Gaat Sparta gewoon outvaluen. Misschien niet eens zo heel langzaam. Nee. Ik kan wel iets decent krijgen van Tuskari. Is ook wel nodig. Dat is wel een goede draw. Ja. En dat is een... Spellpower, oké. Okay, ja. Het is niet de slechtste. Ja. Ja. Maar... Ja. Is hij redelijk al in? Als Sparta over de Lightning Storm beschikt. Ja. Is dit al bijna game over dan? Cool. Maar ja, dat maar heeft gelukkig, hij niet. Dus ja. Ik denk dat er een Think From Below aan zit te komen. Ja. Maar dat doet ook weer niet echt genoeg, want ja, alleen die Abusive is al genoeg om dat te counteren. Ja, je kan ook je Wicked Witch ook er spelen. Ik denk maar... dat hij om dit te spelen. Dat is wel... Hij heeft enkel 4 health. Ik denk toch dat de Think From Below iets beter is. Ja, 2-1 is dat om precies te zijn. Dat is een enigszins onzichtbare kaart voor mij, dus ik kijk weer even bij jou en dan zie ik dat het een Crazed Alchemist is. Wat kan je hiermee deze turn? Niet zo heel gek veel. Je zou kunnen kiezen om bijvoorbeeld een van je 2-1's te reversen, zodat ze niet doodgaan in de Maelstrom. Ook wel een merkwaardige kaart om te spelen in Shaman. Ja, hij speelt ze ook al in Zoo, toch? Twee stuks. Echt fan van deze kaart blijkbaar. Omdat, Value, dat is ongeveer waar hij naar die kaart kijkt. Ja, nu is het toch niet zo goed. Nee. Je kan wel je 2-1 om over tot de 1-2 om zo beter rond Maelstrom Portal te spelen of iets, maar het blijft niet echt super. Totem Golem, Mana Tide, dat is wel oké. Ja, het blijft toch wel een beetje achter mij. Het zal vooral zijn totdat hij die Lightning Storm oppikt. En als hij het Primal oppikt. Fusion, ja. Ja, dat is geen Lightning Storm. Oh, ja, maar het is wel goed met die Wicked Witch Doctor. Als je 5 mana hebt, zoals hij volgende turn, dan kan je dus Wicked Witch Doctor plus Primal Fusion. En onafhankelijk of je een totem hebt, krijg je die buff. Want er spawnt eerst een totem en dan gaat het spel af. Ja, hij denkt, ik tank wel even 6 damage face, want hij gaat me toch niet doodmaken ooit. Mm-hmm. En dit is opeens best wel een threatening board. Dat is wel een kaart, though. Doe je hier Hex op de 3-3 en dan Maelstrom? Het is wel gevaarlijk, though. Maar ja, zeker als er een 7-7 nakomt. Ja. En heeft die ene kaart wel een hand, maar die had hij waarschijnlijk al gespeeld. Dus ik denk wel dat je het moet doen hier bijna. Want je beschikt over heel weinig plays anders om een comeback te maken. Ja. Je kan hier gewoon Maelstrom spelen natuurlijk, maar vang je alsnog Je kan het Hero Power Maelstrom doen, maar... Het is iets te gevaarlijk. Oh, Shieldbearer. Shieldbearer, oké. Tank damage. Turn. Maar daar zien we de value van de Crazed Alchemist. Shit, inderdaad. Instant kill. Maar niet worth. Ja, maar ik kan het ook gewoon tanken met de Doomhammer. Maar... Ik denk niet, als je de Crazed Alchemist in hand hebt, dat je dit doet of wel. Wel verrassend hier. Ik weet niet, misschien had ik inderdaad gewoon de twee dingen gesperd. Oeh, dat is net niets. Speel je gewoon Drake Hero Power, hoop op een Tauntum ofzo? Ja, sure. Niet echt veel betere plays. Thanos. Je kan ook gewoon Thanos spelen. Ja, voor Cycle. Ja. Blijft iets cyclen. En we zien ook de mooie foto van Sparta in beeld. Oh. Ja, dat is duidelijk glimlach. Sparta. Maar geen foto van Freddy. Nee, Freddy. Helaas. Misschien moeten we een Duitse vlag of zo daar plakken. Als toch gewoon jullie vlag een kwartslag gedraaid, of niet? Ja, ongeveer. Oké, dus wat gaan we hier doen? Ik denk toch dat je die Thelmos speelt voor de cycle. En een 2 damage te happen. Hoewel een totem dat zeer waarschijnlijk ook voor je zou doen. Ja. Nee, toch niet. Oh, toch niet. Ik was echt overtuigd dat Sparta het eens was en dan... Dit. Oh, en hier komt de Lightning Storm. Niet zo goed deze turn. Maar krijgt die Crazed Alchemist toch eens value? I guess.
Ja. Ja. Dat is een lastige turn. Want je zou inderdaad ook Crazed Alchemist kunnen doen op de totem. Maar dat doet echt niet zo heel veel. En de Crazed Alchemist is natuurlijk goed in dit soort matchups tegen dingen als Mana Tide of ja, Flame Tongue. Dit helpt je wel 2 extra damage face. Dus dan kan je 9 damage face doen, dan staat hij op 12. Dat is wel oké. Okay. Wil je de spellpower laten liggen dan? Liever niet. Dus, maar. Maar Lightning Storm, dit Lightning Storm lijkt zo buiten. Ik heb al zo lang die Crazed Alchemist in hand. Gebruik ook gewoon je V5 om te traden in die Drake, want je hebt die Healing Priest Power niet voor niets. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Oké, hij gaat faces, met, hij gaat traden met zijn face, denk ik. Niet oh, wow, wat? Dat is waar ook, dat kon. Ik denk, spellpower healen. Nu hopen dat hij niet de verkeerde aanklikt. Want zou het wel eens vlug awkward kunnen worden. Yep. Ja, ik denk dat hier wel Wicked Witch Doctor turn zullen zien. Ik denk het ook. Kan je zo anders. Dus whenever er een spel gecast wordt, summon je een random basic totem. Is heb je het al vaak gespeeld, dit deck? Ik heb het best wel gespeeld op ladder. Ik heb nog nooit gespeeld. Het is echt leuk, want je krijgt een stapel totems, dat wil je niet weten na een tijdje. Toen ik het eerst zag, dacht ik van, wat is dit? Puur Fiesta deck. Maar op zich is het best wel goed. Ik denk wel dat ik hier voor de Primal Fusion zou zijn gaan voor een extra totem en je board even versterken. In plaats van de claw. Die lightning storm is die lightning bolt. Dat is 6, dus 4 is 10 damage. Dus hij heeft 2 off. Maar de hamer is wel op dan. Ja. Ga je er alsnog voor? Ik denk het wel. Je hebt zoveel burst in je deck nog. Je hebt nog 2 rockbiters en een 2 lava burst. Nog een tweede doomhammer. Mm. Ook Argent Horse Rider misschien. Alright. Wat was de game? Interesting. Oh, hoezo? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zit er nog altijd in. Heel mooi. Rip. Okay, ik ga naar deze game wel weer. Ja, ik kijk naar deze game wel weer. Kun je vertellen dat Sparta nog altijd de Bloodmage Stalwarts en de Primal Fusion in hand heeft. En Freddy gaat volledig al in. En healt ook zichzelf. Met die heal kan hij wel extra time. Heeft hij wel wat extra tijd voor zichzelf. Ja, ik ga er nu. Ja. Kijk, daar zijn we weer. Heeft ook een mana tijd voor Joe. Ondertussen. En gaat hier voor die Primal Fusion Synergy. En dan is het toch nog een kansje voor Sparta. Ja, inderdaad. Cleet ook die spelpower totem om zo rond Flame Tongue te spelen. Dat is ook geen lethal. Burst is kill. Oké, dit stalt. En Freddy zijn hoofd, maar. Ja, precies. Want die Lightning Storm gaat daar korte metten mee maken. Misschien wil je wel de Bloodmage Stal als eerst even cyclen. Ja, maar dan kill je ze niet meer gegarandeerd. Ik denk dat ik een 1-1 zou cyclen. Je krijgt sowieso een nieuwe totem, hè? Je wilt toch de Feral Spirits wel? Ja. Oké, dus ik denk wel dat je de Thelma cyclet samen met een 1-1. Dan storm je en dan heb je nog steeds niet genoeg ruimte. Nee, dan maak ik niet echt zoveel uit. Ja, jawel. Ik zou eerst kijken wat je krijgt van Thanos. Oké, ik krijg liever geen totem. Dat is een spel, dus nu krijg je maar 1 dude. Oh. Daar heeft hij niet goed over nagedacht. Oh, oké. Dus het summons altijd eerst een totem en daarna gaat het spel af. Net zoals met Primal Fusion. Misschien is Sparta toch ook een beetje. Een noob met dit deck. Die zei unfamiliar. Maar ja, precies dat. Dat is ook wat ik zei. weer een Feral Spirit. Ja. Extra stal. Maybe. Die was heel snel gespeeld. Nou, nee, je hebt toch niet echt veel anders om te spelen, toch? Ja, dat is waar. En het lijkt de Bloodless, dat zal wel lethal zijn. Ja. Dus even tellen. 3. Je hebt 7 keer 3 is 21. En dan gaat 6 af, maar je hebt genoeg erbij. Dus dit is sowieso lethal.
En dat is 1-0 voor Sparta. Ja. Toch wel een swing met Totem Shaman. Maar dat is ook echt hoe Totem Shaman werkt. Je moet je board krijgen en zodra je board hebt, win je. Maar daarvoor wordt het heel lastig. Ja, het was echt wel stal. Maar het was ook even topdeck mode, toch? Voor Freddy. Ik kon even goed de Lava Burst of zo opgepikt hebben en dan was het game. Ook over geweest. Oké. Dus Freddy geeft geen win, maar Sparta wel. En Sparta heeft nog zijn Mage en zijn Druid over. Ik ben benieuwd wat voor Mage hij speelt. Ja, als hij durft zo Totem Shaman te brengen, wie weet durft hij ook wel een aparte Mage te brengen. Ja, Freeze Mage of zo, het zou me niet verbazen. Is het iemand die vaak aparte decks brengt? Nee, niet dat ik weet. Oh, okay. Ik dacht dat hij gewoon best wel standaard decks bracht, maar... wel gewoon de Temple Mage. Misschien gewoon dan enkel de... De Totem Shaman, dan had hij zoiets van, het gaat zo lekker op ladder, rang 8. En de Medivh Guardian. Dat is een opening hand. Maar hij is al zo ver gekomen in het toernooi, dus het werkt wel voor hem. Ja. Feral Spirits maken de curve een beetje awkward voor Freddy. Deze matchup is zoals iedere aggressive matchup vaak ook heel vroeg beslist. Terug Tempo Mage is zo'n snowbally deck. Zeker versus andere aggro decks. Oh, maar dit is zo'n lekkere turn voor Sparta. Die Thelnos Coin Arcane Blast om de 3-4 te clearen. Behoorlijk juicy. Het enige wat hij er tegenover kan zetten is een totem, zo te zien. Want ja, verder heeft hij alleen maar 3 drops. En hij heeft maar 2 mana door de overload van de totem. Oké. En ja, dat is ook een 3 drop, dus... Freddy kan hier niet spelen. Hier komt de Arcane Intellect om die hand even opnieuw aan te vullen. Maar so far kan Sparta best blij zijn met deze start. We zien dat hij Kabbalist Tome runt, dus dat is echt de trage versie van de Tempo Mage weer. Ik hoop niet dat voor hem dat het niet te traag werkt. Oh, dit is wel een leuke trade die je oppikt. Het is een free trade eigenlijk. Had hij toch moeten traden, hè, in de healing totem. Ja, veel mensen denken er niet aan om even te bumpen in die healing totem. You can save your life, or well, destroy theirs. Ja, we zien hier Babbling Book, want je wil niets fireballen. Je wil wel iets pingen, en dat kan nog als naast je hier Babbling Book. Babbling Book into... what? Iceblock, oké. Okay. Not bad. Decent. Maar het probleem vaak met Iceblock in Tempo Mage is, het pengt je usually naar 1 HP en dan. En dan ga je alsnog dood, maar dan is er later. Als je op Fireball out of zo staat, dan is het leuk, maar... Maar we zien wel langzaam dat er naar die Flamestrike toe gebouwd wordt ook. Oh, ik denk wel, zou je niet Iceblock developen in plaats van de ping? Of wat zou je hier doen? Want wanneer ga je anders die Iceblock developen? Dat is wel een ding inderdaad. Okay. Ik denk dat hij de Argent Horsehide speelt hier om te kijken of er meer entity is. Ja, je weet natuurlijk niet wat het is. Je kan ook eerst checken voor Vaporize. Door de 2-1 op zijn face te hitten. Of Ice Barrier. Zou ik eerst even doen. En dan heb je nog Effigy. Oh ja, Effigy. Duplicate. Er is zoveel. Speldender. Ja. Dus, counterspel. Ik zou eerst even checken voor Ice Barrier en Vaporize. Alles nog. Door even de face aan te vallen. Wat denk je dat Sparta volgende turn gaat doen? Hij heeft die Kabbalist Tome in hand. Hij heeft zometeen 5 mana. Oké. Hij kwam erachter dat het geen Dark Trap was. Dit is wel misplay als om rond Vaporize te spelen. Altijd toch wel eerst moet je attack met de 2-1. Maar ik denk dat je Kabbalist Stone speelt en hoopt op een AoE Frost of zo. Blizzard Voor de volgende turn dan. Maar. Ja, voor de volgende turn. Ja, je pakt nu maar 7 damage, dat valt best wel mee. Oké. Wat ga je anders doen? Je gaat hier niets fireballen. Nee, we willen toch sowieso flamestriken. Ja, ik denk wel dat je Kabbalist Stone. Veel opties zijn er niet. Misschien volgende turn een Blizzard zou ideaal zijn. Yeah. Cone of Cold is decent. Zelfs iets gewoon om te spelen met Flamewaker. Ja, andere optie is Flamewaker ping op de 2-1. Maar het dit voelt is zo slecht. Van hier, pak mijn Flamewaker. Ja, het voelt zo slecht. Nee. Oh,
Toch gaat hij ervoor, toch omdat hij denkt dat de Cabalist Stone gewoon te traag is en dat hij dan te veel damage pakt. Which might be true, maar het kan ook gewoon je de game winnen instantly. Ja. Zoals met Blizzard. Indeed. Is dit de Lava Burst op de Flamemaker dan? Of, Je kan ook Feral Spirit en Totem Golem spelen en dan is je 1-3, wordt een 4-3. Ja, maar kom je wel dicht bij de... Oh shit, daar heb ik geen ruimte voor zeker. Nee, geen ruimte voor. Ja, oké. Okay. Je kan hem ook niet negeren. Nee, ik denk dat je gewoon trade met de 2-3's. Ja. Lijkt me ook wel het beste. En dan die healing totem doet zoveel werk. Ja. Ja, ik denk wel dat je de Lava Burst safe, zeker als je een free trade op wards hebt. Je bent nog één turn safe van die vervelende flames. Dit seems legit. Ja. Oh, dat is ook wel slim. Extra damage gewoon. Zet je zo lethal op? 4 plus 4 is 8, plus 5 is 13. Ja en nee. Maar ja, als hij... Hangt er vanaf als hij nog een Lava Burst of zo oppikt. Dan, of een Lightning Bolt. Als hij Cabalist Dome had gedaan, vorige turn, was dat beter geweest? Hangt er vanaf wat de Cabalist Dome was natuurlijk. Ja, oké, dus je hebt nu pak je 8 damage. 10 effectief, omdat we weten dat die 2 bursts erin zit. Oh. Maar hij had wel veel overload. Door de Feral Spirit en de Lava Burst. Speel hier ook de Argent Horse Rider gewoon. Als hij Flamestrike speelt, dan heb je alsnog in Divine Shield en Minion. Ja. Dus gewoon, ik denk dat dat wel de eerste play is. Ja. Iemand heeft zin in een gezicht slaan. Ik denk alsnog gewoon de G2 wegtreedt. Speel je gewoon een beetje rond Flamestrike. Yep. Ardent Horse Rider, straight to the face. Nobody expects a second Flamestrike. Maar dit is nog maar de eerste. Wel, een 7-7 gaat niet dood aan Flamestrike, dat is wel een issue. Als hij nu die Fireball nog had, die 2 turns geleden speelde. Als hij, als hij hier Flamestrike speelt, dan zal hij popped worden aan 5. Dus wat nog decent is. Je kunt hem clearen, maar dan ga je nog steeds dood. Als je hier Flamestrike, dan blijf je op 5 HP door de ijsblok. Inderdaad. Dat is wel een ding. Ja, ik denk dat wel de play is ook. En dan moet je wel even die Lava Burst dodgen. Ja. Of, dat is misschien wel handig. Oké, dus speel je nu waarschijnlijk de Flamestrike. Maar je zit zo te kijken. Of je kan hier voor de Portal plus Arcane Blast op de 7-7 gaan. En hopen dat je een taunt krijgt. Of dit is een rare play volgens mij. Oh, oké. Okay. Dit maakt het als je de dat topdekt, dan is het opeens best wel goed. Ja, oké. Okay. Nice. Not bad. Nou, ik kan alsnog. Ja, dat is de pop. Freddy poppen. Ja, als hij iets van Burn oppikt, dan doet hij ook. Ja, is er een manier om. Hij kan hem zelfs op 1 poppen. Ja. Door je eerst te attacken met de 1-1. Je vermoedt wel wellicht dat het Icebook is hier. Wellicht, ja. even kijken. Freddy Lightning Bolt ook eerst. Zijn dat hij op 1 HP zit. Searing Totem. Nu moet je die tweede Flamestrike spelen. Of niet. Je kan ook Portal Missiles doen. Moet je wel behoorlijk lucky zijn. Geeft hij wel meer outs. Je krijgt wel een minion op board terug. Ja. Wat ik wel goed vind. Want dan ben je minder reliant op die Yogg. Ja, en je hebt... Oh ja, die Yogg volgende turn. Dat is wel leuk. Oh, dat game. De kans is heel groot dat er een attack
Fire Blast, Rogue Hero Power. Druid Hero Power, Hunter Hero Power, Fire Blast, Rogue Hero Power. Ja, GG. Oh, één turn voor Yogg. Hij had ook zoiets van, dodge the Yogg. Freddy neemt de... Nu is het 1-1. Ja. Right? Beide spelers hebben win met de Shaman. En ik ben benieuwd. Ook naar de Druid van Sparta. Wat hij zal spelen. Als je tegen Warlock of Hunter moet, wat ga je dan spelen? Tegen Warlock wil je... Ik denk dat je gewoon de... Ik denk dat je liever de mage speelt. Ja, denk het ook. Probeer de Hunter te queuen. En als het Warlock is, is het alsnog oké. Beide matchups zijn niet zo super. Nee, dus, precies. Maar de Druid ook niet. Like, Druid tegen Hunter vind ik niet echt prettig. Nee. Druid tegen whatever was left. Ja. Warlock, wat was er nog verder? Van Freddy. Ja. Freddy had mage. Oh, mage. Ah, nee. Freddy had Hunter, Shaman. Warlock, I suppose? Ja. Ja, dat wil je ook niet. Druid tegen Warlock is niet prettig. Oké, dus we zien inderdaad dat Sparta bij de mage is gebleven. Inderdaad. Dus, Hij heeft coin, dus hij kan die Flamewaker dingen doen. Mhm. Hij heeft ook de Squire. Tegen de Mana. Best oké, ja. Het is iets. Nee, vooral die Quickshot is vrij important. Ja. Versus mage. Kan je onmiddellijk komen afmaken met die Sorcerer Apprentice, die Mana Worm. Want het is echt wel heel vervelend minions. Ik denk dat je hier Quickshot. Of zou je voor de Grandmother gaan? Nee, ik zou sowieso voor Quickshot gaan. Zeker omdat als Sparta nu een 3-2 speelt, dan heb je ook die 2 in Charger. Maar ik denk zelf dat je voor Babbling Brook gaat hier. Als de Tempo Mage. Ook al is het off-curve. Gewoon om eventueel later die Flamemaker, Sorcerer Apprentice en Missiles combo combineren later op turn 4. Wel, als ik het was, zou ik misschien wel de Apprentice spelen. Ja? Ik zou iets greedier spelen hier, denk ik. Denk je? Ja, ik vind de Babbling Brook wel best oké. Okay. Gepunished wordt nu, maar het zou ook gepunished worden door Bo bijvoorbeeld. Ja. Ja, duidelijk. Oké, maar dit... had Flamemaker dit coin wordt zelfs wel clear. Ziek zijn. Tweede missiles, hè? Van de top, dus je speelt die van de top. Right? Ja. Lijkt oh, oké. Okay. Ja. Kijk, dat is netjes opgeruimd. En nu moet je een deadly shot pakken of zo. Feels good, Shaking. Man. Call of the Wild, usually wel goed, is nu niet zo. Nee, speel je niet echt een kaart die je hand wil hebben. Er is geen enkele minion die... Mag ik jouw mana lenen voor komende turn? Misschien pak je dan alsnog de Fiery Bat en de Kindly Grandmother. Omdat je hoopt dat die 1 damage doet op die Flamewinker. En dan kan ik Kill Command doen. Ja. Dus we zien dat hij toch voor de Call of the Wild heeft gekozen. Zoiets okay. van too valuable to pass up on. Ah, oké, maar volgende turn kan ik gewoon Kindly Grandmother en Kill Command spelen. Ja. En hoopt hij dan op iets... Playables om te topdekken. De turn erna. Oké. Okay. Babbling Book. Blizzard. Oh, best not goed. Bad. Zeker als die. Die Call of the Wild zal plaatsvinden. En ondertussen blijft Flamewaker on the Rampage. Ja, en nu komt die Kill Command. Best een goede 6 drop ook. Ja, het is wel aardig. Oké, dus we zien hier een Babbling Book en een hele best wel vage hand voor Sparta met die 2 Frostbolt en die Blizzard. Vol met spells. Hij krijgt toch wel enkele oké spells. De Dragon's Breath is best oké. Okay. Best wel goed, Flame. Zeker in, in combinatie met die Blizzard. Ja, niet. Oeh. En hier is de Flamestrike. Oeh. Dit is een moeilijke turn, man.
Je zou Velnos Frostbolt kunnen doen op de 6-5. Ja. Maar nee, het is net niet goed genoeg eigenlijk. Velnos Frostbolt Ping moet je dan doen, maar ja, dan heeft hij wel die 2-2's en een 3-2 liggen. Dus dan pak je alsnog 7 damage op board. Maar je zit wel goed op voor Flamestrike. Ik denk dat je... Dus je sowieso wel de high mains freezen, ongeacht. Ja, maar ping je hem ook. Zoveel damage dan. Ja, 4 om precies te zijn. Van Astro zo of Leo kan het, de lucht veranderen. Oké. Deze play. Gaat iets meer voor board control dan. Oh, daar is de tweede Call of the Wild. Of the Wild into Call of the Wild. It's pretty strong apparently. Gaat hij weer een Unleash Houndmaster? Op de Hound? Dan? Ja? Het speelt wel rond Flamestrike. Zorg nog meer. Maar je kan het nog Missile als Blizzard doen. Oké. Okay. Het is Medivh. Ja, zag ik vorige game in de Mulligan al even verschijnen. Ja, hoop je dat die missile dan hit. Vrij important. Ja, oh, nice. Die andere twee missiles waren ook best lekker trouwens. We moesten in ieder geval één op Downmaster. Ja. Nu heb ik Free Dragon's Bed, maar dat is jammer. Maar ja, nu hebben we Call of the Wild into Flamestrike into Call of the Wild. Ja. Of 5 damage in je face. En dan denk je, Flamestrike. Oh, en daar is het Flamestrike. What counters Call of the Wild into Call of the Wild? Well, Flamestrike into Flamestrike. En speelt ook de Fire Better nu. Ja, tuurlijk. Want je hebt net een Flamestrike. Ja, niet. Je bent nergens bang voor. Wie runt er nou 2 Flamestrike? Ja. Dat is wel dom. En hij heeft ook al een Blizzard gezien. Ja. Oh, en Oh, de BM Sparta ook nog, weet dat hij Lurking is. Ah, ik kan hier wel de Dragon's Breath spelen. Je hebt ook Farlands Portal en een Frostbolt in hand. Ik denk... Oh, dat is wel een merkwaardige keuze. Er wil geen bow voor jou komende turn, I suppose, maar... Ja, oké, okay, maar... Het engste wat er nog uit kan komen is een high main, dus... Misschien wil je dat liever gebruiken in die Frostbolt voor de high main dan te freezen of iets. Ja, dat zou kunnen. Als hij dan wil damage in op face, gewoon 4 damage face dit. Yeah. En dat doet hij uiteindelijk ook. Kijk, daar is de bow. Ja. Maar het maakt niet uit. Nee. De bow deelt 5. Of ja, 3 deelt 5 op power 5. Maar... Doe je nu met die Frostbolt? Ja. Oh, nee, dat doe je niet. Je doet ook Flamemaker dingen. Je kan Flamemaker, Frostbolt face into... Ja, Arcane Intellect. Ja. Of gewoon spellbinden. Voor... Oké. Okay. Of dit. Maar neemt hij dan alsnog niet damage nu? Maar hij kan niet dood, dat is wel zo. Nee, oké, okay, ja. Dat is echt niet de beste twee drop om te krijgen, trouwens. Mm. Oké, okay, dat is close to dying. Maar je hebt 8, 9 van wapen, 14 van portal. Dus je hebt lethal opgezet. Mm. Zelfs zonder de 1-2 is het lethal. Ja, gewoon, Oh, hij cleart hem een dief, dan is het wel. Dat seems legit. En die hero power zal toch weer een pijn in, maar hier zien we vlug. Flamewaker portal, denk ik. Ja. Speel je Spellbinder of speel je. Voor een eventuele quickshot zou ik wel liever Spellbinder spelen. Maar hij gaat nooit een quickshot op je 1-2 spelen of zo. Maar quickshots. Oh, right. Minion. Wow. Daar kwam ik laatst dus ook achter toen ik in mijn face gelavenburst werd. En ik dacht dat dat opgevangen zou worden. Maar dat was dus niet zo. Oh, dit is best een goede job. Stel je voor dat hij een beast had gekregen. Ja. Dat is gewoon lethal. Maar dit is ook gewoon een game, denk ik. Ja, dus, net een beetje damage, hoor. Het is een erg niet one-sided serie. Dus het gaat flink heen en weer. Niet. Hij zegt die Call of the Wild, hoe... Flamestrike. Sparta kwam 1-0 voor. Ja.
Toen kwam Friday Cool 1-1 terug en nu staat Sparta toch 2-1 voor. Ja. Wat betekent dat Sparta alleen nog met zijn Druid moet winnen. En dat Freddy Cool nog zijn... Hunter heeft. Hunter en Warlock. Ja. Nou, Druid kan wel win tegen alles halen. Ja, dat is zeker waar. Dus kan ik verliezen tegen alles. Dat zal typisch Druid, als je geen curve hebt en zo dan... Zoals dit. Dit is nog niet echt om over naar huis te schrijven. Nee. Ik zou alles hier wegdoen, denk ik. Vind jij de Hybrid Hunter goed versus Druid, trouwens? Ja, jawel. Ik vind... Maar met zo'n starting hand... Ja, oké. Het zou moeilijk worden. Ik kan hier voor de Coin Innervate ramp gaan. Ik hou of niet zo van... De Coin Innervate, soms. Ik hou niet zo van omdat je dan op een vage curve komt met oneven mana. Ik denk dat je beter gewoon een turn kan wachten, hoewel je tegen Hunter natuurlijk wel moet oppassen hoe lang je wacht. Eén turn te laat getrokken, ja, die niet. Ja, hier speel je Innervate Mirekeeper, denk ik. Of gewoon Wildgrowth, maar ik zou voor Value de Keeper to gaan. Mirekeeper toch niet zo, Harley, als hij hier voor de Wildgrowth gaat. Ja, ik zou voor de keep gaan, gewoon omdat de reactie forceert van de hunter. Voor de keeper, ja. Helaas voor Sparta is die reactie er gewoon en kost het hem echt nul moeite. Ja, alsnog is het beter dan dat Freddy gewoon een animal companion op het bord ligt, dus het is wel fijn. Je kan kiezen om te clearen met Hero Power Wrath, om de Houndmaster te voorkomen. Dat is misschien wel goed. Ja, want Houndmaster is echt pijnlijk hier. Ja. Dus, ja, dan moet je Wrath en dan heb je nog steeds een 3-2 liggen. Mm-hmm. Ja, hij besluit dat hij het eens is met ons. Oké. Dus hier komt die Rod. En een Companion. Best goede pick-up. Kan hij samen spelen met Squire. Mooi op curve. Never huffer. Geen huffer. Always Leok. Geen huffer. Dat scheelt weer. Oh, dit is wel een mooie Coin Emperor, denk ik. Ja hoor. Denk er niet zo heel lang over. Rod voor 1. Probably Rod voor 1. Ja, hij wordt ook wel heel makkelijk weggetraind natuurlijk, met de Squire en de Bow. En dat zijn wel decent draws, dus hij moet eigenlijk binnenkort wel even een swipe trekken ofzo. Mulch. Zou je hier de Leok mulchen? Ik zie eerst Wrath voor 1. Ja, op de 2-1. Okay. De Squire. Om te kijken wat je draait. Dat is wel een moeilijke turn. Ik wil eigenlijk ook Wrath voor 3. Om gewoon door zo'n 2 HP minion heen te komen. Lijkt wel alsof hij de stream aan heeft staan. Nurse. Oh, Nurse. Okay. Dat is geen slechte pick-up. Ik denk dat die Mills niet goed genoeg is. Ik denk dat je beter Nurse kunt spelen. Ja. Niet. Wel heel veel damage, hè. Yawk. Dat is een pick-up. Veil Rage is ook decent voor de volgende turn. Zeker. Hier komt die Savannah natuurlijk. Ferry zal wel... kunnen zijn hand refillen met de quickshot. Dus dit ziet er wel best goed uit voor Freddy. Ja. Mulch? Doet niet echt veel. Nee. Ja, ik denk dat misschien Raven Idol voor... Voor swipe of zo? Ja, maar dus... Zelfs dat doet niet zoveel. Nee. We zoeken naar een out. Starfall, maar je hebt er weinig mana voor.
Feral Rage hopen dat je binnenkort in de NRV terecht om Yogg te kunnen spelen. Dat is een plan. Of ja, je Raven idolt voor die Innervate. Voor de Innervate, ja. Yeah. Oké. Okay. Als dat je plan is, dan... Nee, ik zou sowieso misschien beginnen met Raven idolt. Ja. Dus, cool spel natuurlijk. Naturalize. Starfire is een kaart. Op de 6-5. Raven idol? Nee. Naturalize, oké. Okay. Maar ah, dat is wel pijnlijk, want je tegenstander heeft maar twee kaarten op hand. Ja, en dan ga je zo van, oh, hier heb je meer kaarten. En je weet dat hij nog twee Call of the Wild heeft zitten. Ja. Dus, nou, het is heel erg pijnlijk. Ah, maar dat die Leok leeft ook gewoon nog. Goods. Ik denk dat je die Leok had moeten mulchen, want hij represent 6 damage. Dat is te veel. Het is gewoon lethal ook nu trouwens. Ja. Ik denk dat Freddy daar ook zo zit van, hey, mijn bord is eigenlijk best wel vol. Eens kijken hoeveel damage ik kan doen. Zo zit ik er meestal. Hallo. Unleash, quickshot. In de hero power. Dat is zonder unleash was lethal, geloof ik. Alright. En zo staat Freddy terug 2-2. Ja, spannende match dus, toch wel. Gaat het voor de Zoo van Freddy zijn versus de Druid van Sparta. Oeh. Dus ik usually wel slightly favored voor de Zoo. Ja. Natuurlijk al van de Druid starting hand, maar ja, het zal wel een close match worden ongetwijfeld terug. Het zijn de hele tijd best wel close games. Ja, dus daar heb ik geen voor. De Deze match was wel een beetje stomp. Ja, maar dat, de draw was gewoon niet zo. Ja, nee. Aan het begin was het wel goed, maar daarna was er geen follow-up, geen swipe. Ja. En natuurlijk die vervelende Kindly Grandmothers, waar je zo moeilijk mee kan dealen. Je moet er zoveel mana in stoppen. Het ook zoveel synergy met de deck. De Abusive, ja. De Houndmaster. Dus, je wil die gewoon niet gebufft zien worden, dus je moet ermee dealen. Maar je kan er niet echt mee dealen, want het is te duur om ermee te dealen. Zo annoying altijd. En zodra jij iets doet wat je tegenstander annoying vindt, dan doe je het goed. Dat is eigenlijk wel Hearthstone les 1. Annoy your opponent. En gaan ze onmiddellijk in game? Ja, hier zijn we in game. Wel, we zien wel de Innervate pick-up voor Sparta. Zeker nodig in deze match. Ik denk, gooi je ook de knife er weer weg, terwijl je de Possessed Villager heeft. Oké. Okay. We zien wel weer een Mirekeeper, dus dat is goed. En ga je voor de Villager? Of wat zou jij hier doen? Even te denken. Want je hebt geen fatsoenlijke tweede op. Dus als je nu iets coint, dat gaat hem sowieso niet worden. Dus ik denk dat je alleen een Villager speelt, ja. Ja. Je hebt ook geen buffs in je hand ofzo, dus nee. Het shield van de Squire heb je niet zo heel veel aan. Ik hoop dat je gewoon een Deadshot dat speelt en dan coin Darkshire into wat er ook komen valt. En Innervate voor de ramp. Hopelijk. Ja, dit keer wel. Zullen we zien. Hij kan ook voor de tweede keer. Ja, het kan wel. Zou ik de eerste keer zien? Nee, precies. Maar ik vraag me nog steeds af of ik het ermee eens zou zijn. Kijk, en deze gaat wel voor de gratis coin forever. Oké. Okay. En nu is Coin Darkshire helemaal niet zo goed. Nee, want gewoon een raad maakt vlug kom af met die Darkshire. Ik denk dat je gewoon twee One Drops speelt. Ja. Om eventueel volgende turn dan de Darkshire en Dwarf te spelen. Ja. Ja, je zou zelfs kunnen tappen, maar dat is zo bad. Dan verlies je zoveel tempo mee. Dat kan echt nooit uit. Dus hij gaat zeer waarschijnlijk voor de twee one-drops. En anders als hij bolsie is voor de drie drop. Maar daar ben ik het niet mee eens. Want dan moet hij sowieso ook traden. Om zijn dude te buffen. En als hij hem niet bufft, dan gaat hij gewoon dood. Oké. Okay. Ja. Kijk, dit is toch wel oké. Ja, het is wel decent. Ja, zo'n lastig turn. Je hebt eigenlijk één mana te weinig.
Je wil Living Roots for Dudes, dan Panther en dan Hero Power doen. Nou, inderdaad. Kan je mooi die Darkshower killen. En nu moet je gewoon Hero Power Living Roots doen voor damage. Mm-hmm. Waardoor jij geen bord overhoudt. Maar je dealt wel met zijn bord. Zo. Je kunt ook kiezen voor Power of the Wild als Panther. Oh. Oké. Dat is ook wel apart te play. En ignore tegen gewoon de Councilman. Ja. Oké. Okay. Het is wel niet onmiddellijk clear dan. Ja, ik denk dat hij gewoon zoveel mogelijk pressure wil zetten, zodat hij de kans heeft om kaarten te drawen volgende turn. Ik kan ook gewoon rampen into Yoke. Okay. Dat kan ook, ja. 3 turns. Mm. Huh. Wat spelen hier natuurlijk? De rituals, de... Je trade wel waarschijnlijk je 2-5 weg in de 4-2. Of niet? Moet je hem sowieso de 4-2 killen met je 2-5? Je zou zeggen van wel. Hmm. Maar ja, als je dan je andere Darkshire speelt, dan heb je echt een zwak bord. Misschien is Killer Island Squire en Voidwalker gewoon beter. Ja. Ja. Heb je iets op boards voor volgende turn bij elkaar in Dwarf? Ik twijfel toch even, dat is wel een tricky turn. Nu moet je alsnog door de Squire spelen. Of tappen. Ja, ik denk niet dat je te veel wilt tappen. Hey. Swipe. Pretty good. Yep. Zou niet klagen. Nee. Die swipe is wel belangrijk. Je pakt het bord terug. Het was wel goed van Sparta om die pressure te zetten daar. Mm. Het heeft wel, het paid off. Ja jongens, jullie hier mensen in het team hebben, jullie mogen zelf bepalen wie de man en wie de vrouw is in de relatie. Rituals. Doet hij niet echt heel veel tegen. Ik kan gewoon simpelweg traden. En tijd voor Azurdrake, denk ik. Ja, denk het ook. Je kan ook gewoon Norris doen voor kaarten, maar daarmee beïnvloed je bord te weinig. Dus ik denk dat je wil gewoon blijven het bord developen versus Zero en stallen naar de Yogg. Yep. Als je stallen naar de Yogg, dan... Je zou zelfs inderdaad uiteindelijk nog kunnen rampen met de Norris, mocht je dat willen. Je zit volgende turn op 7 mana, dus als je dan rampt zit je op 9, dan heb je de turn daarna Yogg. De kans dat je dan nog niet dood bent is best wel aanwezig. Maar ja. Oh, okay, gaat toch voor de Norris? Oké. Okay. Oeh, hij gaat voor de ramp. Hij gaat voor zijn Yogg-plan. Oké. I like it. Ik ben fan van Sparta. Ik ook. Brengt wat excitement in deze games. Pio. Speel je kansen, man. Kijk dat verschil in mana ook echt. Ja, dat is wel grappig. Ja, dat zijn naakte. 9 mana. Dat zijn naakte kansen, man. Mm-hmm. Mulch, nee. Dat is op zich niet nodig om niet te mulchen, maar... Ja, ik heb pas 5 spells gespeeld, dus ja, ik zou wel mulchen. Nee, charge ook, je doe ook. Nee, geen joint, ik guess. En sowieso, als hij geen dingen heeft om te buffen, word jij alleen maar blij. Ja, mulch is wel fijn. Ja. Maar wat komt eruit? Dat is een kappas lijn. Niet heel spannend, een 3-5. De Dragon Sorcerer, ja. Die is fijn. Wordt +1/+1 gebufft als je er Power of Elm nog speelt. Oh, dat is wel crazy. Oké, dus we hebben hier een Flame Imp, een Knife Juggler en een Dragonkin Sorcerer. Dat zijn de kaarten die hij wil spelen. Ik denk dat ik de Dragonkin Sorcerer zou spelen. Yeah. Samen met de Flame Imp gewoon. En eventueel de Knife Juggler achterhouden voor die... Die tweede Rituals? Ja. Want de 3-2 doet hier evenveel als de... Allee, dit is maar het is geen prettige turn voor de Zoo dit. Ja. Je kan niet genoeg pressure zetten. Ik ben natuurlijk scheidsbenauwd voor de tweede swipe. Zeker als die eerste Drake op het bord. Nou, je moet wel. Ik kan hier helemaal niet rondspelen.
Wat doet Freddy? Ik denk dat hij al in hun zijn. Of al in hun zijn. Door die Dragon King en die... Ja, dat is een Nightjungler Dragon King Sorcerer. Ik vraag me of dat dit doet, want als je... Nu kan hij toch... Dit traden zo met goed. Azure Drake. Ja, ja en Hero Power. Oh, nog een Raven Idol pick-up. Dat is goed. Even die swipe pakken. Je zit ook nog op 29 HP. Oh, Living Ruins. Sparta. Ja, hij heeft HP te over. Soul of the Forest of Living Ruins? Of Power of the Wild? Ik denk gewoon... Wacht, Soul is wel nice, maar ik denk gewoon dat Living Ruins overal beter is hier. Ik denk dat ik wel eens ben met Living Ruins. Gewoon om board te creëren misschien. Maar ja, je wil ook geen gratis Sea Giant zien. Ja, dat zijn ook van die topdecks waar je niks aan hebt voor Freddy Cool. Zo'n Possessed Villager is leuk aan het begin. Double maar... abuses. Dat ook helemaal niet. Maar zo zie je wel dat die Arcane Knight echt wel een huge swing is. Voor versus 2. Oké, dus we zitten op 12 plus 6 is 18, is 19 damage. Dat is 4 of. Okay. Ik ben het hier niet mee eens, want de 4-1 gaat tot dood aan de 1-1. Ja, okay. Dus had je net zo goed kunnen traden met je Drake. Speel je nu de Living Roots gewoon om de Yawk te chargen of gewoon om pressure te applyen? Nee, ik denk niet dat je zo obvious wil zijn. Nee, ik weet niet. Maar ja. Je kan wel de Giant killer. Wait, wat? Oké, ja dat met kan. Met de BO en abusive. En ik kan ook Argus gebruiken. 3 damage, 7 damage, ja hij gaat voor de kill op de Giant. Het is wellicht beter om eerst abusive te spelen. Ja. En gewoon 2-1 en de 1-1. Speelt gewoon Nederland. Ja. En ik denk dat we hier wel Jok zullen kunnen zien. Ja, dat zeg ik best wel goed van, idee. I mean, what's the worst that could happen? Rad. Oké, is ook niet slecht. Oké, dat is wel beter. Ja, ik kan gewoon blijven de Jok chargen. Ja. En eventueel iets oppikken. Oh, dat is lethal. Dat is lethal. Yep. En nice. Sparta neemt de laatste game. 3-2 van Freddy Cool uit Duitsland. Ja. Super cool dat hij helemaal hierheen is gekomen om deze land te spelen. Maar ik kan er maar één de beste zijn in dit geval, is dat Sparta. Dat, wat ook betekent dat Sparta in de volgende ronde tegen zijn teamgenoot F4-papier moet spelen. Oh. Dus dat wordt een teamkill. Ja. Oké. Misschien kunnen we daar straks ook even naar kijken dan. Wie weet. Dus we zullen zien. Alright, dan gaan we er even tussenuit. En... dan zetten we zo de stream terug voor straks. Tot zo. Tot zo.